Yo mensen van OneUpUp, welkom bij een gloednieuwe video van Epic Mod. Vandaag zijn we hier op een kleine gekke positie, ja klopt zeker. Ik had al van tevoren een video opgenomen en daarvoor ook nog. Want 2 weken lang is er geen Epic Mod gekomen, waarom niet? Eerste instantie was het sowieso dat ik vast zat in een tempel waar ik niet uitkwam door een gekke portal en zo. Daarvoor zijn we daar ook momenteel niet. Maar dat was dus het probleem. De tweede aflevering, de aflevering die ik gisteren heb opgenomen, is de microfoonkwaliteit helemaal van verpest en kon ik niet meer fixen. Dus ik heb weer een nieuwe video moeten maken. Daarom ook niet het zwarte scherm bijvoorbeeld. Dat is echt een klote gedoe voor dat op te zetten. Nu wil ik wat uitleg geven wat er de vorige aflevering is gebeurd die jullie niet hebben gezien. De portal was natuurlijk niet goed voor in te gaan, want je kwam in een gekke dimensie, kwam je niet meer uit. En daarna zijn we dus op zoek gegaan naar een manier voor eruit te komen. Nou, dat ben ik dus. Toen ben ik opnieuw gaan reizen, jadde. En ik kwam een scroll tegen. Deze scroll bevatte de mogelijkheid voor, geloof ik, 360 of 120 seconden, zeg maar, geen random recipes te hebben. Dat glitcht dus. Je hebt nu voor oneindig lang geen random recipes. Dus jongens, ik hoop dat jullie gaan genieten. En dit is het dus. Veel plezier. Nou mensen, daar zijn we dan weer. Terug in Epic Mod. Naar alle uitleg wat jullie net hebben gekregen. Ik vind het heel spijtig dat die opnames weg zijn. Nou, in principe zijn de opnames er natuurlijk wel nog steeds. Wat ik al zei. Maar de microfoonkwaliteit was zo slecht dat ik dacht, ik kan het gewoon niet gebruiken. Klaar. Dus hier zijn we dan. We hebben nog steeds geen random recipes. Waar ik super blij mee ben. Hopsa, Iron, boom. Alles werkt weer helemaal top. Voordat ik er überhaupt achter kwam dat ik random recipes niet meer had, zeg maar. Dus ik had gewoon nog steeds de 60 seconden voor het te doen. Of weet ik veel hoeveel seconden ze het ook weer waren. Was ik bezig met nog een diamond chest te maken. Kijk, nu is dat niet zo al te interessant. Nu is er geen verplichting meer voor dat te doen. Wat we nu wel kunnen gaan doen, is even snel een modje installeren. Zodat we gewoon alle crafting recipes kunnen zien. Normaal heb ik die niet geïnstalleerd, omdat je dan alle random crafting recipes kon zien. Dus dat gaan we even doen. En ik zie jullie zo meteen. Oké, daar zijn we weer. We zijn weer in de game. Ja, zeker. Deze keer met not enough items. Zonder dat we kunnen zien wat en hoe we dingen kunnen maken. Call it for lucky block. Hupsa. Oh, hij werkt niet. Oh, hier, recipe. Hupsa. Dat maken we op deze manier. Boom. We kunnen kijken hoe we een trashcan moeten maken. Nou, dat pitter simpel. We kunnen van alles en nog wat maken. Als het goed is zou alles weer moeten werken. Dus dat is super tof. We kunnen eens gaan kijken met welke mod we gaan starten. Oké, ik zat zo te denken. We kunnen zeker starten met de superhero mod. Ik hou heel erg veel van de Flash en van Spider-Man. En we kunnen eens kijken hoe duur het is voor een Spider-Man pakje aan te maken. Zeg maar te maken. Welke Spider-suit zouden we willen hebben? Ik denk die van Civil War. Kijken dat we die ergens hier hebben. Oh, we hebben de Iron Man. Oh, die wil ik heel graag hebben. Zou je me kunnen laten zien hoe ik dat ding moet craften? Nee? Oké. Ik denk dat je een manier moet hebben via een soort van crafting table van de Legend mod zelf. Maar dan moet ik daar even zelf naar gaan kijken. Geef me er heel even voor. Oké, wij hebben dit apparaatje nodig. Een suit assemble unit. Deze lijken alle twee hetzelfde, dus... We pakken maar één van... Er zijn nog allemaal gekke dingen. Zeg maar de helft van de Legend mod of zo doet het niet. Maar we gaan eens even kijken. Kunnen we de recipe daarvan krijgen? Oh ja, zeker kunnen we dat krijgen. We hebben monitor nodig. Black Iron Blocks. Black Iron komt helemaal goed. High Tech Electronica Crafting. Oké, monitor. Electronica's. Again. Die zijn heel simpel te maken. Oké. High Tech... titanium, oké, zou ook wel mogelijk moeten zijn. En dat is het toch, of niet? Ja, oké, black iron, black light, lightning stone. Die is misschien wel wat moeilijker. Dus we moeten een lightning stone hebben. Color filter, oké, we hebben dus, we hebben glas nou, oké. Ik weet wel een klein beetje wat we nodig hebben. We hebben iron hier, waar hebben we onze black iron misschien? Of titanium en shit is dat. En titanium oil hebben we hier. Kijk, we kunnen nu ook heel simpel. Titanium. Hupsa. Dubbelklik. En we komen erachter waar ons titanium allemaal zit. Zo, want alles
Light me up. Even kijken. Hups, kijk. We hebben al pittig veel van het titanium, hoor. En we hebben onze oude opslag nog. Ja, ik noem het de oude opslag. In principe is het niet echt de oude opslag. We gebruiken hem steeds hierboven natuurlijk. Zo. Even kijken. Titanium, hoor. Hebben we het ergens nog? We hebben nog titanium nuggets, maar die interesseren me niet veel. Dan gaan we dit maar even smelten, hè. Dan gaan we eens even kijken wat we ervan krijgen. Zo, hupsa. We hebben nog wat kool nodig, hupsa. En dat is het wel. Wat ik ga intussen doen is een klein beetje minen, hè. Gaan we wel even wat zien. Want deze keer kunnen we fatsoenlijk minen. Want ja, we kunnen alles weghalen, kunnen alles. Dus dat is helemaal tof. Oké, dan, daar zijn we weer. Ik heb wat gemined, even snel wat gedaan. Ik heb ook alweer 23 XP levels erbij. Gaat super snel. Ik was sowieso benieuwd wat ik met de surprise gems kan. Waarschijnlijk surprise eggs maken, zoals de mod al zegt. Ja, dat klopt zeker. 1 egg en zoveel surprise eggs. Daar hebben we toevallig genoeg voor. Oh, we hebben nog veel meer. Oké, dat kunnen we straks wel doen. We hebben nog wat rubies. En we hebben nog allemaal shit. En we hebben kool, zodat we meer kunnen smelten. Hupsa, alle titanium ore zit hier. We hebben hier nog wat meer. We hebben nog meer black iron ore. Zo, en we gaan even wat furnace maken. Maar ik heb toevallig geen cobblestone. Tof. Zullen we dat maar even fixen? Oké, en ik heb kobbel. We maken gewoon wat furnaces erbij. Hupsa, 8 stuks. Dat konden we eerst dan ook natuurlijk niet. Want we waren random recipes. Hupsa. Hallo? Ik wil het zeggen. Niet daar. Graag niet. Gewoon daar. Hupsa. Ja, we hebben gewoon de black iron zometeen. Titanium ore. Black iron. Moeten even, geloof ik, 2 blokken maken van de black iron. Nee, 4. Zo, moeten we de crafting table. Waarom heb ik hier geen crafting table? Waarom niet? Oké, ik heb de iron dus. Zo, hupsa. Ik geloof dat die zo was, hè? Ja, oké. We hebben er pittig wat nodig. Krijg je daar XP van? Oké, ik ben helemaal tevreden. Geef me maar meer XP. Zo, de black iron. Ik denk dat ik sowieso niet genoeg black iron heb. Nee, zeker ze niet. Dan ga ik maar wat meer hakken. Jongen. Oké, we hebben het laatste black iron blok, zeg maar. Maar dat is zeker nog niet alles. We moeten sowieso nog... Wacht, het was zoet. Hupsa. Deze. We hebben nog... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stuks. Lijkt erop gewoon 9 stuks, hè. Ja, 9 stuks black iron apart nog nodig. Heb ik daar genoeg voor? Ja, we hebben genoeg. 100%. Oké, we hebben de copper ingots. Maar wat hadden we nodig voor de high end? Titanium ore, oké. We hebben meer van die electronics nodig. Gelukkig was ik daar al redelijk op voorbereid. Zo. Ik heb alleen niet genoeg redstone. Dus we moeten even zien dat we genoeg gaan hebben. Electronics en redstone repeater. Nou, een redstone repeater... Gaat nu nog lukken, geloof ik. Of hebben we daar kwarts voor nodig? Redstone. Zo. Oh, redstone repeater. Even kijken. Een redstone repeater is cobblestone. Oh, nee. Serieus, we missen 1 redstone? Oh, huilen dit. Oké, black lights. 2 stuks. We hebben alleen nog die 1 oor nodig. Hupsa. Zo. En deze hier en... Andere zo. Hupsa. En we hebben nog 1 black light. Oké. Wat hebben we nog allemaal nodig? We hebben de electronics hebben we. We hebben deze nodig. 2-2. Oh, en de... Oh, die is kut. Ja, die is kut. Even kijken wat we dat kunnen fixen. Even alle rotzooi hier even instoppen. We hebben nog meer kool in de tussentijd. Dus misschien is ook wel even hierin doen. Zo. En hierin. 3. Ja, we hebben dus rood, groen en blauw nodig. Groen gaat het denk ik het grootste probleem zijn. Oh, mijn mantis, zit je vast? Hè? Zit je vast? Dat is rot, hè? Ja, dat is zeker rot. Weet je, voor mij is dat niet rot. Ja. Ik kan jou gewoon even heel snel en hard neerhalen zonder dat jij mij een keer gaat... Doemelissen. Hopsa. En misschien heb ik nu ook een keer iets aan je spul, zeg maar. Want kijk, we hebben de mantelsklauwen. Ik weet niet of je daar iets mee kan.
Oh ja, zeker. Je kan een Big Bertha handle maken. Wat kan je met een bit? Oh, de Big Bertha. Oeh, dat zou heel nice zijn. Oké, jongens. Ik kan nergens Cactus Green of zo vinden. Dus daar hebben we echt pech mee. Ik maak nog even snel de repeater. Daar moeten we nog wat sticks voor hebben. Zo. Redstone torches. En dan deze zo. En deze. En dan zijn we eigenlijk wel een klein beetje richting het punt van... Uh-oh, we kunnen niet verder. Hebben wij hier... Wat? Waarom? Oh, we hebben hier stone van nodig. Gold, non-energie. Oh, niks. Dus voor die green dye ga ik offscreen echt gaan zoeken. Alleen wat ik al zei, ik moet deze video af hebben. Dus ja, pech voor mij en pech voor jullie. We gaan dat ding niet nu kunnen maken. Maar voor de aflevering hebben we hem sowieso wel. Waar zijn mijn electronics? Ik geloof dat ik in een van deze, ja, zo, vraagteken. Ja, precies, kan je hem direct craften. Twee stuks, ideaal. Crafting tabletje, monitor moeten we maken. Maar ja, wat we al zeiden, daar hebben we dit ding voor nodig. Het enige wat we dus nodig hebben zijn, ja, is een groene cactus green, jongens. Die kan ik nu niet vinden. Volgende aflevering heb ik het zeker. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe alvast een like, abonneer en ik zie jullie zeker later.